Ik ben Fadi, ik ben gevlucht uit Syrië. Ik heb nu een verblijfsvergunning voor 5 jaar in Nederland. In Syrië was ik een ondernemer en ik wou hier hetzelfde doen. Maar het lukt niet, omdat er hier veel rechten zijn. Een derde van de vluchtelingen is ondernemend. Dan is het best gek dat we ze toeleiden naar werk. Werk wat ze niet leuk vinden, wat onder hun kunnen is en wat hen minder zelfstandig maakt. Terwijl ze gewoon willen ondernemen. Ze weten alleen niet waar ze moeten beginnen. In Syrië repareer ik scooters en brommer. Ik wou hetzelfde hier doen, maar het was heel lastig omdat in Nederland veel regels en papierwerk zijn. Ik vind het helemaal vervelend om niks te doen, omdat ik nooit gewend ben om thuis te zitten. Ik ben altijd bezig om werk te zoeken, maar het lukt niet. Ik vind het helemaal niks. Om ondernemende statushouders te helpen, zijn we het project Startee begonnen. Met dit project bouwen we aan een inclusieve community voor ondernemers en bieden we allerlei trainingen aan. Allereerst krijgt iedere deelnemer dezelfde pre-accelerator training. Tijdens deze training leren de deelnemers hun idee verder te ontwikkelen in een voorlopig businessmodel. Afhankelijk van hun businessmodel krijgen deelnemers specifieke training op maat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over financiering, het uitbreiden van je netwerk of over wet en regelgeving. Ik heb 5 weken lang, 3 dagen per week, naar een algemene training gegaan. Daar heb ik geleerd wat mijn klanten willen. Daarnaast heb ik over de belasting geleerd. Als ik iets verdient, hoeveel moet ik voor betalen? En als ik iets koop, waarom moet ik BTW bijbetalen? De eerste 20 deelnemers ronden nu hun traject af. En we zijn trots op de resultaten. 5 nieuwe bedrijven in de regio. Een fietsenwinkel, een autobedrijf, een importeur voor edelstenen, een kunstenaar en een binnenhuisarchitect. En daarnaast nog 5 deelnemers die hun businessplan hebben geschreven. Ik heb mijn fietsenwinkel geopend samen met mijn vrouw. En nu weet ik hoe moet ik alles voor mijn winkel regelen. Ik ben super blij. Een bijkomend succes van dit project is dat er een hechte samenwerking is ontstaan tussen heel veel partijen in de regio. Onder andere de Universiteit van Twente, Tipadvies, ROZ Groep, Delight Labs, Mint en alle 14 regiogemeenten van Twente. Door de ESF-subsidie is het project echt van de grond gekomen. We hebben 6 hele goede trainer coaches kunnen aantrekken die de deelnemers begeleiden. En daarnaast biedt de subsidie ons ruimte om te experimenteren en het project steeds verder te verbeteren. Startee is een succes omdat het meer is dan alleen business. Het brengt mensen bij elkaar, maakt dromen werkelijkheid en is de start van een nieuw leven. Het project Startee voor mij is een succes omdat ik via Startee echt kon beginnen.